Hallo, ik ben Mariam en ik ben 11 jaar oud. Hi, ik ben Valerie en ik ben ook 11 jaar oud. En wij maken een filmpje over de Professor Pijlstraat. Hallo, mag ik u interviewen? Nou, ik denk dat als iedereen nog wat netter wordt en wat meer opruimt en de hondenpoep goed opruimt, dat het een nog frissere straat gaat worden. Hallo mevrouw. Nee, jongens, nee, heb ik geen zin in. Het spijt me. Oké. Doeg. Nee, doe maar niet. Nee, laat maar. Zeker een alien. Alien. Oké, nou kom binnen. Nou, de deur is een beetje vervelend. Is er nog wat ergs gebeurd in deze straat? Ja, wij hebben begin januari is er bij ons ingebroken. Dat is wel erg, hè? Dat hadden we net gehoord. Het is heel erg. Iemand anders. Dat was hier zo. Ze zijn niet binnen geweest, want de buurvrouw heeft het gehoord. En die heeft meteen de politie gebeld, 112. Dus toen kwamen ze meteen. En wij kwamen toen thuis. En toen liep de politie bij ons in de tuin. Die hadden dus, ze hebben één boef gevangen van de vier. Ze hebben er één gevangen. Goed, hè? Nou, ik weet alleen, heb ik tenminste gelezen in de krant, dat ze dus aan het inbreken waren en dat ze dus glasgerinkel hoorden. En toen zijn die buren gaan kijken en toen een van de daders is toen via het dak in de tuin gevlucht en die heeft de politie dus niet kunnen krijgen. Nou, wij waren natuurlijk heel erg geschrokken. We kwamen van een begrafenis af. Dat is natuurlijk al heel vervelend. En toen kwamen we thuis en toen hebben ze die deur ingeslagen. Dus er lag allemaal glas binnen. En het heeft dan zo knald dat het zelfs in de keuken lag. Glas. Dat is wel heel vervelend, hè? Ik ben altijd heel erg voorzichtig. Ik ga nu dus alleen maar even een vuilniszak wegbrengen. Maar ik doe wel mijn deur op slot. Ik werk voor mijn baas. Betreden op eigen risico. Dat is een hommel. Pauze. Boef.